Inloopdagen moet de bouw- en technieksector promoten. Volgende week 5 dagen lang geen busvervoer. Voetballers moeten kinderen aan het lezen krijgen. Nog altijd zijn er veel banen beschikbaar in de bouw- en de technieksector. Om potentiële werknemers op een laagdrempelige manier te laten ontdekken wat deze sectoren te bieden heeft, houden onder meer het UWV, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en Sterk Techniek Onderwijs elke maand een open inloopdag. De eerste feestelijke open inloopmiddag werd dinsdag gehouden in de Hubertushal. Ik ben blij dat jullie hier allemaal zijn. Bij deze, het is geopend. Ik vind het heel erg feestelijk, met name vanwege het feit dat hier bedrijf en onderwijs, dat ze, en natuurlijk een heel klein stukje overheid, maar dat we in ieder geval gezamenlijk optrekken om de techniek gewoon weer sexy te maken. Mijn schatting is dat er toch nog wel een 2.500 facturen openstaan in de regio. De meeste mensen die denken, het is nog het oudbolle gebouw of de techniek, maar het zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen. En dus vanuit daar hebben wij dit opgezet om mensen enthousiast te maken. Met standjes stonden een aantal bedrijven uit de techniek en de bouwsector in de Hubertushal om potentiële nieuwe medewerkers te informeren en binnen te halen. We zijn op zoek naar technisch personeel, dus dit is voor ons kijken of er nog kandidaten zijn. En dat zowel kunnen dat leerlingen zijn als ervaren mensen. Is het lastig om deze vacatures in de bouw- en technieksector te vullen gezien Nijmegen een universiteitsstad is en ook veel hbo-opleidingen heeft? Inderdaad is dat wat moeilijker te vervullen. Maar hbo-opleidingen, dat kunnen ook betekenen dat er ingenieurs vanaf komen. Echter, de tijd is wel aan het veranderen. Want vroeger gingen we naar het hbo vanwege de salarissen. Tegenwoordig, een goed techniekvak heeft dezelfde salaris als een hbo'er. Wat kan het dan ongeveer opleveren, schat u? Goed in de techniek werken is toch wel rond de 2.800-2.900 euro in de maand. Dat is echt serieus geld. Kun je echt je gezin goed van rond laten komen. Ben je al mensen tegengekomen waarvan je dacht, dat kan wel een toekomstige collega worden? Ja, heb ik al gesproken. Ook deze man is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Maar of hij nou helemaal op de juiste plek was? Ik ben zoekend naar iets in het beheer van vastgoed. En helaas kom ik dat toch niet tegen. Dit zijn meer volgens mij de uitvoerende bedrijven. En die hebben weliswaar wat tips, maar ik mis eigenlijk dat stukje. Over een maand nieuwe kansen voor deze meneer. Misschien dat er dan wel een passend bedrijf met een steentje in de Hubertushal staat. Zo meteen in het RN7 Regio Nieuws. NEC'er Ibrahim Sissoko bezocht vanochtend zijn oude basisschool in het Nijmeegse Willemskwartier. Wat hij daar kwam doen, dat zie je zo. Vanaf aanstaande maandag is er een 5-daagse staking onder de chauffeurs van het busvervoer. De werkgevers hebben negatief gereageerd op het ultimatum van de vakbond dat maandagmiddag om 12 uur afliep. Volgens Marijn van der Gaag, bestuurder van FNV Streekvervoer, rest de chauffeurs nu niets anders dan te staken. De FNV eist een loon gelijk aan de inflatie en meerdere maatregelen om de werkdruk te verlagen. Dit om de steeds krappere rijtijden tegen te gaan. Daarnaast moet er gekeken worden naar meer regelmaat in de roosters, zodat er een betere verdeling komt van werk- en rustdagen. In Overbetuwe maakte VVD-fractievoorzitter Peter de Waard onlangs bekend dat de gemeente Nijmegen heeft geprobeerd om de stikstofrechten van een ondernemer uit Overbetuwe over te nemen. De fractie van de VVD is van mening dat de stikstofrechten van lokale ondernemers beschikbaar moeten blijven voor Overbetuwe zelf. De VVD heeft over deze kwestie inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van BNB. Zo wil de partij weten of het college op de hoogte is van het feit dat de gemeente Nijmegen een bod heeft gedaan op de stikstofrechten van tenminste 1 agrarische ondernemer in Overbetuwe. Stadspartij Nijmegen roept in vragen aan het college van BNB op om de meld- en herstel-app te verbeteren. De partij merkt dat de communicatie via de app soms niet klantvriendelijk is en wil dat op iedere melding tijdig wordt gereageerd. Bovendien moeten de meldingen zoveel mogelijk leiden tot een oplossing. Veel Nijmegenaren steunen dit initiatief, hoewel niet alle gebruikers een negatieve ervaring hebben met de app. Zo blijkt uit reacties op sociale media. Dinsdagochtend werd op verschillende basisscholen het project Score een boek afgetrapt.
Het project dat Bibliotheek Gelderland-Zuid samen met NEC in onze regio uitvoert, heeft als doel om kinderen enthousiast te maken voor lezen. Verschillende spelers van NEC gingen vanochtend naar basisscholen in de regio om daarvoor te lezen. Zo ook Ibrahim Sissoko, die terugging naar zijn oude basisschool, Het Kleurrijk, in het Nijmeegse Willemskwartier, om het project letterlijk af te trappen. Ja, dat was echt leuk. Ja, ik ben blij om terug te zijn. Oude bekenden te zien. Ja, het geeft een glimlach op mijn gezicht. Wat houdt het project eigenlijk in? Wij met Score een Boek gaan we de klassen in. En we zien dus dat leesplezier afneemt. En we proberen heel erg via het voetbal, waar kinderen, jongens en meisjes gewoon hartstikke enthousiast van worden. En dat proberen we te koppelen aan lezen. En op die manier proberen we de kinderen weer lekker leeskilometers te maken. En dat ze ook tot de ontdekking komen dat er voor iedereen een boek is. En heel veel kinderen hebben hun eigen boek nog niet, of hun eigen boekensmaak nog niet kunnen ontwikkelen. En daar proberen we dit voor in te zetten. Ibrahim Sissoko is voor veel leerlingen van zijn oude basisschool een rolmodel. En dat neemt hij ook zeker serieus. Ja, jawel. Ik ga ook soms naar buiten, gewoon hier. En dan zie ik een paar van die kinderen ook. Stellen ze me ook sommige vragen. Dus ik ben me daar wel van bewust. Het project Score een Boek loopt al een aantal jaar en de bibliotheek ziet dat het werkt bij de jeugd. Met het project Score een Boek zijn we natuurlijk ook een druppel op een hete plaat. Maar we proberen wel effect te sorteren. In ieder geval aan de inschrijvingen zien we dat er bijvoorbeeld al 200 kinderen meer dan vorig jaar zijn ingeschreven. Natuurlijk vroegen kinderen zich ook af welke boeken Sissoko nou zelf graag leest. Ja, ik lees voetbalboeken. Ik ben nu bezig met het boek van Memphis Depay. Dat vind ik heel interessant. Zorgen dat kinderen beter kunnen lezen is heel belangrijk. Ook voor de verdere schoolcarrière. En heel belangrijk is dan ook om nog te zeggen dat lezen een voorwaarde voor onderwijs is. Dus als je niet goed kan lezen, dan gaat het op andere vakken ook mis. Dus dat zie je dan ook in onderzoeken wel. Dat kinderen die minder goed kunnen lezen ook minder ver in het onderwijs komen. Tijden zijn wel veranderd sinds kleine Sissoko op de basisschool zat. Maar lezen was altijd belangrijk voor hem. Vroeger was het niet echt zo met die telefoon, PlayStation, dit, dat. Dus ja, lezen, ik vond lezen wel leuk altijd. Het maakte me wel rustig, kalmeerde mij. Dus lezen betekende veel voor mij eigenlijk. Ja, het was vandaag weer een grijze dag. Af en toe liet de zon zich even zien, maar ook de nodige motregen kwam voorbij. Dat alles is slechts een voorbode voor morgen. Ja, de woensdag zal de meest onstuimige dag van de week worden. In de ochtend valt er nog wat mee en zijn er nog wat opklaringen. Maar een gebied met buien trekt van noord naar zuid over het land. En zal in de loop van de middag over onze regio trekken. Ja, en die buien die kunnen echt stevig zijn met hagel en misschien wel onweer. Dat is niet uitgesloten. En ook de wind zal matig tot sterk zijn. De temperatuur morgen een graad of 8. Ook de dagen erna verloopt grijs. Donderdag komen hier en daar nog de nodige buien voor. Vrijdag belooft een grotendeels droge dag te zijn. De temperatuur loopt iets verder op naar een graad of 10. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzending kun je altijd terecht op ons YouTube kanaal. En volg ons ook even op Facebook, Twitter en Instagram. Voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan.